De temperatuur van de vriezer moet je dagelijks controleren. Dat kun je doen door op de display van de vriezer de temperatuur af te lezen. Je moet echter minimaal één keer per week en bij afwijkingen een van de volgende methodes gebruiken. Meet de kerntemperatuur van een controlepotje met glycerine, olie of alcohol. Neem de temperatuur van de vriezer op met een thermometer. Let op, je moet de thermometer even de tijd geven om de temperatuur te meten. De vriezer moet een temperatuur hebben van onder de min 18 graden. Is de temperatuur hoger, dan moet je actie ondernemen. Controleer dan de kerntemperatuur van enkele producten. Is de kerntemperatuur van de producten min 18 graden of kouder, dan meet je de temperatuur van de vriezer later nog een keer. Is de temperatuur van de vriezer niet lager, dan schakel je je leidinggevende of de technische dienst in. Als de producten warmer zijn geworden dan min 15 graden, dan moet je ze binnen 3 dagen gebruiken. Is de kerntemperatuur van de producten warmer dan min 15 graden, dan moet je deze producten binnen 3 dagen gebruiken. Minimaal 1 keer per week moet je het resultaat van je controle noteren op een registratieformulier. Afwijkingen moet je altijd noteren. Op het formulier vul je de volgende zaken in. De datum van de controle. De temperatuur die je hebt gemeten. De actie die je eventueel hebt ondernomen. Vink eventueel de controle van de houdbaarheid en de FIFO af. Daarna teken je af met je paraaf.